Vandaag herdenken wij een speciale dag in onze collectieve vorming als natie. 1 juli, Kitty Kotti, Emancipatiedag, afschaffen van de slavernij, Dag der Vrijheden. Allemaal benamingen voor één en dezelfde dag en wel een hele bijzondere en belangrijke dag. Een belangrijke dag voor alle volkeren die zich in Suriname bevinden. We hebben net geluisterd naar het voorstel om de naam van 1 juli te doen veranderen in de Kitty Kotti dag. En dat klinkt heel sympathiek. En natuurlijk gaan wij als regering die ondersteuning geven. Als ook dit voorstel ondersteund wordt door jullie allemaal, dan kunnen we dat zo snel mogelijk gaan doen, meneer Rozer. Op 1 juli 2022 is het precies 159 jaar terug dat de slavernij voor de voorouders van de Afro-Surinaamse gemeenschap werd afgeschaft. En inderdaad, je moet eerst je geschiedenis goed kennen om te begrijpen waarom de gemeenschap stilstaat bij 149 jaar feitelijke afschaffing van de slavernij. En het moment zal bitterzoet zijn geweest. Weten dat je vrijkomt en toch nog 10 jaar door moeten werken. Want de slaven werden vrije mensen, maar dit heeft tot gevolg gehad dat een tekort aan arbeiders kwam om de werkzaamheden op de plantages uit te voeren. Daarom dat men ertoe over is gegaan om contractarbeiders naar ons land te halen. En als natie weten wij uit eigen ervaring hoe het is om 10 jaar te overbruggen zonder dat onze belangen worden behartigd. Maar dat valt in het niet als we kijken naar de periode van slavernij of de laatste 10 jaar van uitbuiting die moesten worden overbrugd. Het is een schrale troost dat de wereld zich aan het buigen is over herstelbetalingen. Ook Suriname zet zich in voor dit agendapunt dat weliswaar de schalen niet in balans zal brengen, maar ergens wel tot deugd kan zijn. Terwijl we de periode naar dat recht overbruggen, zullen wij diep in onszelf moeten blijven graven. Zoals de voorouders vele schijnbaar onoverkomelijke uitdagingen hebben moeten overbruggen. De woon- en de leefomstandigheden waren ver van ideaal. De behandeling was niet goed en dit leidde onder andere tot vele opstanden. Geen wonder dat vele van de contractarbeiders na verloop van hun contract ervoor kozen om terug te gaan naar hun land van herkomst. Onze voorouders niet. Ze waren vastbesloten om hier in Suriname te blijven en een basis op te zetten voor ons. Het bouwen van die toekomst verliep met het vallen van bloed, zweet en tranen in mensonterende situatie en met schending van vele mensenrechten. 1 juli 1863 is een hele belangrijke dag voor ons geliefd Suriname. Op die datum is men namelijk begonnen aan de bouw van de prachtige multiculturele natie, die Bromkidjari, die we nu hebben. Er kwamen Bromkidjaris vanuit verschillende delen van de wereld naar één land, het land waar ze vastbesloten waren om hun zaden te planten, om tot een prachtige Bromkidjari uit te groeien. Ons geliefd Suriname met een prachtige natie. Laten we ze danken voor het besluit, hun doorzetting en hun vastberadenheid, maar ook hun offervaardigheid. Broeders en zusters, vrijheid
is het hoogste goed dat de mens bezit. Die vrijheid, welke de slaven hebben gekregen op 1 juli 1863, moet ten alle tijde behouden worden, maar ook gaan leiden tot welvaart en welzijn van de mens. Maar we dulden ook geen nieuwe vorm van slavernij. We dulden ook geen mentale slavernij. We dulden ook niet die onderlinge slavernij. We willen geen baas-knechtrelatie meer hebben. En we zijn allemaal één Surinaams volk. Geen superioriteit, maar allemaal Gods kinderen gestuurd hier in Suriname om Gods werk te doen. In eenheid, met liefde voor elkaar, met respect voor elkaar. En dat is wat we allemaal moeten gaan beseffen. Ik als vader des vaderlands zal alles wat in mijn vermogen ligt aanwenden om deze vrijheid te behouden. Maar niet alleen om te behouden, maar ik zal alles in het werk stellen om de woon- en leefomstandigheden van alle landgenoten te verbeteren. En de vicepresident kent mijn standpunt. Daar waar in Suriname er groepen zijn, gebieden zijn die een achterstand hebben, daar moeten we met meer tijd, meer energie en meer middelen gaan investeren om te zorgen dat er een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving is in dit land. Net als onze voorouders die de uitdagingen zijn tegengegaan, heeft ook onze regering deze taak om die uitdagingen die op onze natie afkomen tegen te gaan en deze te overbruggen. Een extra dimensie aan onze taak is dat het herstel op zodanige wijze dient te geschieden dat het aan een aantal bijzondere voorwaarden voldoet. Namelijk, het moet ertoe leiden dat Suriname in een betere positie geplaatst wordt. Het moet gericht zijn op alle nazaten en het moet bijvoorbeeld zodanig worden ingericht dat het afgestemd is op de principles of the United Nations Decade for People of African Descent en andere internationale verdragen. En het moet leiden tot verdere versteviging van de eenheid van onze natie. Broeders en zusters, slavernij vernietigen, dat heb ik net gehoord. Dat gaan we inderdaad veel aandacht geven als regering. En ik hoor de roep van de Rozen om dat te plaatsen binnen het ministerie. Broeder, mijn instituut van president staat ter beschikking. En als u allen het besluit neemt dat op het niveau van de president moet komen, dan gaan we daar op dat niveau positioneren. Daarbij komt bijkijken de positie van de Surinaamse overheid naar de Nederlandse overheid toe voor wat betreft erkenning, excuses, herstelbetaling en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het aangedane leed als gevolg van de mensenrechten schending. Het zijn zaken die allemaal met goed dialoog aangepakt zal moeten worden. En dat zal onze insteek ook zijn. We zijn in de unieke positie geplaatst om in onze tijd samen gepaste maatregelen te bedenken en te implementeren, zodat generaties na ons mogen genieten van onze inspanningen op dit vlak. Samen met onder andere uw input zal de Surinaamse regering een visie ontwikkelen met betrekking tot de structurele bijdrage de Surinaamse samenleving en de Surinaamse regering zal leveren aan het onderzoek naar de effecten van de doorwerking van het slavernijverleden. We kunnen dit niet alleen als regering. Sterker nog, we moeten het ook niet alleen willen. En ik zei het al, we moeten het samen doen. En dankzij 1 juli 1863 bestaat deze prachtige Brumchijari. Een Brumchijari, Sadena Kondre, Sao Boa Kondre Disi, een Brumchijari, Naf Unu, Na Unumus, Sorgugia Brumchijari. En samen, Anga Brumchijari, we zetten Kondre Boom. Lek van we zingen in een volkslied voor Unu. Wans ope tata kemopo, wie moet zetten Kondre Boom? We zijn het verplicht
aan onze voorouders die een bewuste keuze hebben gemaakt, bloed, zweet en tranen hebben laten vloeien om voor ons een betere basis te leggen. Ze hebben een goede basis gelegd voor hun toekomst, die wij vandaag zijn. Het is nu onze taak om met de basisgedachte van eenheid en verscheidenheid datgene wat als droom is geweest van onze voorouders en dat ze als basis hebben achtergelaten, dat wij dat oppakken en doorgaan met het investeren in onze samenleving, doorgaan met investeren in het land, zodat de generaties die na ons zullen komen het ook goed moeten hebben in dit land. En dat zal leiden dat we gezamenlijk het Surinaams verhaal kunnen schrijven, mevrouw, ons eigen verhaal. Samen zullen we meer raakvlakken moeten identificeren. Meer zal ons moeten binden. Meer dan de vlag. Meer dan het grondgebied. En meer dan het volkslied. Assam moest moppen uit de atti. Die harten moeten aan elkaar verbonden worden. A lobby moest miti. En dan een lobby dat die wachara kondre gwanafesi. Ons verleden, Louis Brada Massisa, kent genoeg verdeeldheid. We zullen nu samen moeten kijken over onze muren als nazaten en samen het Surinaams tot één verhaal van echte eenheid en harmonie moeten maken. Maar staat voor ons een geweldige toekomst voor ons. En misschien, ja, dat verleden dat buiten onze wil om gezorgd heeft voor een stukje verdeeldheid waar wij niet verantwoordelijk waren. Maar daar is die prachtige toekomst die we ons, die in ons eigen hand hebben en vandaag gezamenlijk hier aanwezig zijn, waar vroeger toen de koloniale meesters aanwezig waren. En vandaag zijn we hier als nazaten met die toekomst daar voor ons. Laten we alles doen om wel die prachtige toekomst te gaan ontwikkelen zonder verdeeldheid. Dat is de uitdaging die we hebben als Surinaamse natie. En we zien namelijk dat er verschillende activiteiten ontplooid worden in het hele land op diverse gebieden. Dit zijn de gevolgen, ook door ons gevoerd prudent beleid, wat heeft gezorgd voor het herwinnen van vertrouwen in Suriname en de Surinaamse regering, nationaal en internationaal. Kijk u maar naar die oplossing van die schuldherschikking. Weet u wat het betekent in de vorm van slavernij om een schuld van 4 miljard Amerikaanse dollar te hebben, waarvan meer dan de helft buitenlandse schuld, waarvan u en onze kinderen een schuld hebben op hun schouder van 7000 Amerikaanse dollar, dan worden we weer een moderne slaaf. Dan moeten we weer gaan leven zoals de schuldeisers van ons gaan verwachten en verlangen. En als je niet ernaar gedraagt, slepen ze ons voor het gerecht. Dat is het doel van die herschikking van die schuld. En gelukkig is het dat gelukt met de Europese landen. Hoeven die schuld voorlopig niet te betalen. Op basis van goede onderhandeling. Lagere rente. Soepele voorwaarden. Zodat u en onze kinderen die schuld niet hoeven te dragen. Daardoor krijgen we weer vrijheid. Daardoor krijgen we weer nieuwe ontplooiingskansen. En zo gaan we komende week die schuldherschikking bespreken met die andere groepen die naar Suriname gaan afreizen. Totdat we helemaal gevrijwaard zijn van die schuld. Want die schuld creëert ook mentale afhankelijkheid. Die schuld creëert ook fysieke afhankelijkheid. Louis Bradansisa, het lucht aan ons allemaal om samen op te trekken en gebruik te maken van de mogelijkheden om te werken aan een mooie, prachtige toekomst. Als vader des vaderlands, zorg ervoor dat niemand achterblijft en dat niemand achtergelaten wordt. En we moeten, en ik zal alles eraan doen om iedereen mee te nemen in de ontwikkeling. Ik roep dan ook op
dat een ieder zijn bijdrage dient te leveren. Broeders en zusters, Louis Bradang Assisa, ik wil op deze bijzondere dag de gehele Surinaamse gemeenschap, maar meer in het bijzonder onze nazaten van de slaven, onze Afrikaanse broeders en zusters, feliciteren met deze dag. Laten we beseffen dat het deze dag is, 159 jaar geleden, die gezorgd heeft voor de vorming van de Surinaamse Bruntje Jari. Laten we ook stilstaan bij de kans die onze voorouders ons hebben gecreëerd. En laten we daar goed gebruik van maken. U mag feesten, want u hebt het hoogste menselijk goed, uw vrijheid, om dat te kunnen doen. Ja, hoewel wat COVID. COVID heeft ons even behoorlijk laten schrikken, de wereld. Ons even weer opgesloten. Maar vandaag zijn we behoorlijk op weg als land om Suriname COVID-vrij te maken. Want virus is er nog. Maar u heeft die vrijheid om te feesten nu. En u mag feesten. U heeft het recht om te feesten. Maar kom nimmer toe. Datgene wat onze voorouders als offers hebben gebracht. En kom voor Gideon. En kom ik wel momenten toe. Voor Begge Gideon. Begge Gideon, jeje. En dat Grantangi. Grantangi. Dat ze volgehouden hebben. Dat ze offervaardig zijn geweest. En daarvan zijn wij de producten. Om nu in alle vrijheid dat werk te gaan doen. Om ons land volledig te bevrijden. Van elke vorm van afhankelijkheid. En van elke vorm van slavernij. Ook die moderne slavernij. Die we met een nieuwe naam tegenwoordig noemen. Mensenhandel. Dat niet mag gebeuren. Nooit meer mag gebeuren. Nooit meer slavernij. Ook nooit meer nieuwe vorm van slavernij. Maar wees allemaal. Wang boom en wang kring emancipatie. God bless you. Thank you.